Elke van een brandgroen parlementslid in het Vlaams parlement, lid van de oppositie. In dit debat over de crisis en de crisisjeugdzorg hebt u tegen minister Van Deurzen gezegd, u zit hier 9 jaar, dus u kan eigenlijk alles terugblikken op wat u gedaan en niet gedaan hebt. U hebt ook gezegd van ja, objectief gezien gaat de sector erop achteruit. Hoe meet je dat dan objectief? Ja, ieder jaar zijn er jaarverslagen en als je dan kijkt naar al de parameters, hoeveel jongeren hebben er een crisis, dat is toegenomen. Hoe zit het met de wachttijden? Het aantal jongeren dat langer moet wachten. Dat gaat om kinderen met autisme die thuisbegeleiding vragen. Dat gaat om jongeren met psychologische problemen die hulp moeten krijgen. Dat gaat ook om jongeren die strafbare feiten plegen en die daarvoor een maatregel moeten krijgen. En al die groepen, overal zie je, ze moeten steeds langer wachten. Dus die wachttijden nemen enorm toe. Je ziet ook dat er bijvoorbeeld minder werkingsmiddelen zijn. Dat voelen ze ook heel hard in die sector. Je merkt dat er heel veel hervormingen zijn, maar dat er ook heel veel bureaucratie is, heel veel paperassen, heel veel procedures, vergadering, overleg. Dus eigenlijk op hoe dat je ook kijkt naar die sector, met wie dat je ook praat, je hoort heel veel alarmkreten en iedere keer luider en meer. En moeten we dus wel vaststellen dat de jeugdhulp momenteel echt wel een masterplan nodig heeft om eruit te komen. En vind ik dat jammer dat de minister, maar eigenlijk heel de meerderheid, daar niet genoeg op inzet. Ja, is het een kwestie dat er gewoon meer jongeren zijn die in moeilijkheden terechtkomen doorheen de jaren? Of is het ook gewoon de aanbodzijde die niet meegegaan is in die vraag? Er is de laatste jaren iets meer aanbod gekomen, er is groei geweest, maar er zijn ook steeds meer jongeren die het nodig hebben. Maar dat is ook een vicieuze cirkel natuurlijk. Als jij bijvoorbeeld een jongere bent met een agressieprobleem, dan kan je leren omgaan met die agressie, dat is heel belangrijk. Nu, zolang dat je niet echt heel grote problemen hebt, ja, dan kom je vaak op die wachtlijst en dan zit je in die wachtkamer. En als je intussen dat gezin en die jongeren niet begeleidt van hoe ga je met die agressie om, ja, dan creëer je crisissen. Maar zo'n crisis oplossen, dat is veel moeilijker dan heel vroeg ingrijpen. Dus dat kost meer tijd. En omdat er dan veel meer tijd gaat om met die moeilijkere jongeren te werken, is er te weinig tijd om net preventief te gaan werken. Dus je zit daar in een vicieuze cirkel. Wat maakt dat, ja, dat je hoort op terrein dat ze zeggen van ja, de problemen worden altijd maar ingewikkelder. Tegen dat de jongeren bij ons komen, is het vaak wanneer al heel veel uit de hand gelopen is. En we zouden die veel vroeger bij ons moeten krijgen, omdat we dan echt nog mee aan de slag kunnen gaan. En dat gaat voor jongeren met agressie, maar ook jongeren met autisme. Als je soms tot 4 jaar moet wachten voor een gezin begeleid wordt van hoe ze met een kind met autisme moeten omgaan, ja, dan mag het niet verbazen dat dat misloopt. Maar dat hoeft niet mis te lopen. En dat is het jammerlijke, dat we veel te laat ingrijpen. En dat is voor een stuk een gevolg van enorme wachtlijsten. Ja, je kan dit debat verdrinken in cijfers, je kan het ook verdrinken in emoties. U hebt dat niet echt gedaan, hè. U hebt op de problematiek ingegaan. U zegt ook van ja, we moeten eigenlijk ook meer preventief werken, want hoe meer mensen dat je preventief opvangt, hoe minder mensen in die crisis zullen terechtkomen. Absoluut. Ik wil misschien 1 concreet voorbeeld geven van, er is een meisje en ze hebben de indruk dat er tienerporens haar aan het ronselen zijn. Dat is een verschrikkelijke problematiek. En dat wordt gesignaleerd, zeggen ze, eigenlijk moeten we die nu naar de hulpverlening krijgen die daarin gespecialiseerd is. Want dat is een heel aparte aanpak van hoe dat je haar weghaalt uit die klauwen van zo'n tienerpooiers. Maar zolang dat ze zichzelf niet echt geprostitueerd heeft, kan ze niet, heeft ze eigenlijk geen toegang tot jeugdzorg en gebeurt er. En dat zijn hallucinante verhalen waar iedereen zegt van dat klopt niet. En daar moet je wel zorgen van ja, je moet preventiever gaan werken, dat je zo'n verhalen, dat je het eigenlijk om af mee maakt en dat je voorkomt dat er iets misloopt in plaats van achteraf proberen te herstellen. Kunnen we dan in diezelfde gedachtegang zeggen dat de middelen die je investeert in die sector zichzelf ook kunnen terugbetalen op die manier? Absoluut. En er zijn ook studies naar gebeurd, niet in België, maar in het buitenland. En als je een euro investeert in jeugdhulp, dan verdient die zich tot 4 keer of zelfs soms 7 keer terug. Waarom? Omdat jongeren, als je heel snel bij hun ingrijpt, ja, dan vermijd je dat er dingen mislopen, dat ze een slechte schoolloopbaan hebben, dat ze misschien geen werk hebben, geen diploma enzovoort. Dus dat is eigenlijk op papier een goede investering. Nu, niet alleen daarom moeten we het doen, we moeten het vooral doen omdat we jongeren een toekomst moeten geven, een kans moeten geven. Maar de kortzichtigheid van ja, er is geen geld, dus we kunnen niet investeren in jongeren en jeugdhulp, dat is gigantisch kortzichtig, want op lange termijn, een goede jeugdhulp is eigenlijk een besparing. Ja, maar misschien zijn er ook wel evoluties waar je als politiek niets kan aan doen. Onze maatschappij evolueert misschien wel in een soort steekvlam over bezorgdheid. Ouders zijn misschien veel sneller geneigd om hun kinderen
als crisiskinderen te beschouwen dan vroeger. Misschien moeten we, en daar kan de politiek toch moeilijk iets aan veranderen. Het klopt dat vandaag daar veel meer druk is. Zowel op jongeren als op ouderen. Mensen moeten langer werken, meer werken. Er is prestatiedruk enzovoort. En jongeren voelen dat. Ouders voelen dat, gezinnen voelen dat. Dus dat weegt erop. Een beetje anders zijn mag veel minder. Hè. Je moet normaal zijn, je moet mee kunnen. Dus er is inderdaad wel een tendens om meer jongeren te gaan problematiseren, om het zo te zeggen. Maar tegelijkertijd is het ook wel omdat we weten van, ja, een kind met autisme-spectrumstoornis, we kunnen die goed helpen. Dat is wat misschien vroeger een lastig kind had geweest, is nu een jongere, waar we eigenlijk wel mee kunnen zorgen dat die jongere sterker staat. Als een meisje misbruikt is geworden, verschrikkelijke situatie, je kan dat misbruik niet wegnemen, maar je kan er wel leren om terug het leven op te pakken, van start te gaan. Dus er zijn misschien meer jongeren die in de jeugd opkomen, maar dat is ook een kans om te zorgen dat je jongeren toekomst biedt. Maar anderzijds moeten we ook kijken, onze samenleving, dat is een speedbootmaatschappij en alles moet sneller en meer. En moeten we daar eigenlijk ook leren van, hoe kunnen we stappen terugzetten en zorgen dat kinderen nog kind kunnen zijn, onbevangen kunnen zijn. Dat is een keer iets mag uithalen en dat is een keer mag ontdekken enzovoort. Dat is zeker ook het geval. Moet die sector de flexibiliteit hebben om snel te volgen op die veranderende samenleving? Die sector doet zijn best om telkens ook in te spelen op de nieuwe tendensen. Als er nieuwe problemen opduiken, dan proberen ze daar mee om te gaan. Dat is heel belangrijk. Het is ook, en de minister heeft dat op het einde ook gezegd, het is ook een collectieve verantwoordelijkheid, dat samenleven. En hoe gaan we om elkaar, nemen we tijd om voor elkaar te zorgen. Maar ik zie wel dat wij een regering hebben die tijdskrediet wordt ingekort, zorgkrediet. Dus je moet steeds meer werken. Je krijgt steeds minder tijd om effectief er voor elkaar te zijn. Grootouders moeten langer aan de slag enzovoort. Dus dat maakt dat er minder tijd is om er voor elkaar te zijn. En dat dus de zorg die mensen voor elkaar kunnen opnemen ook heel hard afneemt. En dat zie je ook in de cijfers. De mantelzorg noemt dat dan. Dat zijn mensen die voor elkaar zorgen omdat ze naasten zijn van elkaar. Die daalt heel hard, waardoor je veel meer professionele zorg nodig hebt. En dat is ook een maatschappelijke kost. Dus ik denk dat de politiek zich ook moet bezinnen, en zeker deze meerderheid, over hoeveel druk ze blijven zetten op langer en meer werken, zonder dan het tegenkant van het verhaal te zorgen dat er dan op die zorgvraag moet er dan ook een antwoord zijn. Dat is een en-en verhaal. Ja, goed. Oké. Elke van den Brand, bedankt voor uw analyse. Graag gedaan.